Zoals jullie misschien wel weten, hebben we vorige week de allereerste aflevering opgenomen van de Master Race Show, de 110% PC Gaming Talk Show, GameKings.tv. Daarin zijn we uitgebreid ingegaan op de systemen van Steven en Daan. En voor de oplettende kijker is misschien wel opgevallen bij mijn streams dat mijn setup veranderd is. En het leek me daarom ook een mooi moment om jullie een keertje mee te nemen in wat mijn setup is, welke onderdelen ik gebruik, welke peripherals, noem het allemaal maar op. Ik loop gewoon even rustig doorheen en dan hebben jullie een kijkje in hoe mijn streaming setup eruit ziet. Heb ik nog niet eerder gedaan, dus let's go. Laten we natuurlijk gewoon beginnen met deze bugbeest. Het is de allereerste PC die ik zelf gebouwd heb. Ik ben er ongelooflijk trots op. Het ging gelukkig in één keer goed. Dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Maar ik zal heel even door de specs heen lopen. Voor de processor heb ik gekozen voor een Ryzen 7 3700X. Ik had in eerste instantie een Ryzen 5 2600. Die had ik even tijdelijk gekocht omdat ik wist dat, dat de 3000 generatie eraan zat te komen van Ryzen. En ik wist dat ik daar gewoon een beefy CPU wilde. Dus ik had tijdelijk heel even een Ryzen 5 gekocht. Maar een Ryzen 7 3700X dus. Waarom Ryzen? Qua multithread performance, wat toch wel belangrijk is wanneer je aan het gamen bent en streamen tegelijkertijd, is hij een absolute koning, een fucking baas. En ook gewoon qua prijs-kwaliteit verhouding uitstekend, zeker vergeleken met de Intel chips toen de tijd toen ik aan het kijken was. De moederbord, een Asus Prime Pro X470 moederbord met twee dimslots van RAM-geheugen, Corsair Vengeance, 16 gig in totaal, 3200 MHz, de grafische kaart. Een MSI Aero GTX 1080, hij is vanuit de fabriek al overklokt, maar ik heb er zelf nog iets meer uit weten te persen. Iets meer memory clock speed en ook gewoon de GPU clock speed net boven 2 GHz gekregen. Er zit een watercooling unit in, zoals je dat ziet, een AIO, een all-in-one van NZXT, waar ook deze kast van is. Dit is de NZXT Kraken X62. Nu heb ik eigenlijk deze gewoon genomen voor de looks. Cosmetisch gezien vind ik het er ongelooflijk mooi uitzien. De CPU zelf heb ik niet overklopt. Simpelweg, in ieder geval de research die ik heb gedaan, zie je dat er weinig upside is aan het overklokken van deze Ryzen 7 3700X. Het is bijna de moeite niet waard. Dat is dan ook de reden waarom ik dat niet heb gedaan. Er zit een 750 watt power supply in. Die wil ik eigenlijk toch wel gaan vervangen, want het klinkt misschien heel stom, maar dit is een hele lelijke power supply met nog echt rode, gele en zwarte kabels. Gewoon niet zozeer meer van deze tijd en het past ook zeker niet bij deze build. De kast, wat ik al zei, het is een NZXT, de NZXT H510i. En het enige verschil tussen de H510 normaal en de i-versie is dat er RGB lightstrips in zitten. En voor de paar dingetjes verschil kon ik het niet laten liggen en heb ik die gewoon ook ingebouwd. Of althans voor deze gekozen en voor de RGB ingebouwd gekozen, want eerlijk is eerlijk, ik vind het er gewoon prachtig uitzien. Ik heb een duotone kleurenschema, blauw en neonroze. Beetje cyberpunky, ik vond het er wel bij passen. Dus dit is eigenlijk mijn PC beeld. Heel veel I.O. Want ik heb er twee capture cards in zitten. Dat is de 4K 60 Pro van Elgato en de HD 60 Pro van Elgato. Twee capture cards omdat ik hierachter, dat kan je niet zien, staat er nog een tv met een Simrig setup. En dat is simpelweg gewoon wat makkelijker aansluiten met input en output. Daarnaast heb ik ook nog een PCI kaartje in zitten met, vier USB 3.0 poorten. Ik had gewoon simpelweg niet genoeg USB poorten voor de Oculus Rift. Want die neemt letterlijk al twee USB poorten voor de receivers in beslag. En ook voor de headset zelf heb je minimaal nog één USB 3.0 poort nodig. Dus vandaar dat ik die erin heb gebouwd. De grafische kaart. Verticaal gemonteerd, een riser cable kunnen krijgen van een kijker. Dannen, als je zit te kijken, nog bedankt daarvoor. Super tof, ik heb hem verticaal gemonteerd. Hij zit wel redelijk dicht op het glas, maar hij kan nog steeds voldoende koelen. Daar ben ik heel erg blij mee. Voornamelijk omdat ik het er natuurlijk mooi vind uitzien.
Maar omdat ik al die I.O. heb en al die capture cards, om heel eerlijk te zijn, dat ziet er gewoon niet zo mooi uit. En nu deze zo verticaal gemonteerd is, dekt hij dat volledig af. En daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. Dat is eigenlijk de reden waarom ik daarvoor heb gekozen. Laten we gaan beginnen met de accessoires. Niet geheel onbelangrijk natuurlijk, want het is ook gewoon hetgeen waar je iedere dag mee in aanraking komt. En wat betreft de muis, heb ik een nieuwe sinds kort opgestuurd gekregen door Logitech. Ik ben ontzettend blij mee. Ik wilde zelf altijd al eigenlijk al draadloos gaan. Nu heb ik in het verleden al best wel veel draadloze muizen gehad. Maar er waren nooit gaming muizen en dat voelde om een of andere reden nooit zo heel erg goed. Dit is een draadloze gaming muis van Logitech, de G502. Uiteraard RGB, want het is een gaming muis. Ik heb hem dan ook in de kleuren geschakeld van mijn beeld. Maar hele hoge refresh rate, DPI is makkelijk in te stellen ook. Ideale muis, ik ben er erg blij mee. Als ik over één ding toch mag klagen, en misschien ligt dat nog aan mezelf, dat ik een bepaalde instelling niet heb gevonden, maar wanneer je de muis een tijdje niet gebruikt, dan verlaagt hij de refresh rate enorm. Simpelweg om batterij te sparen. Slim. Ben ik super blij mee. Als je hem dan even aanraakt, pop, dan wordt hij weer wakker en dan ramt hij hem gelijk weer helemaal op. Maar ik had verwacht dat wanneer je de computer uit zou zetten, dat hij ook gewoon automatisch standby zou gaan. Dat doet hij dus niet. Waardoor de batterij redelijk snel leeg is. Ik moet dan toch wel om 2 dagen de muis gaan opladen. Wat ik gewoon heel erg... Ja, een korte batterijduur vindt voor een muis. Ik weet niet wat jullie gewend zijn, maar ik ben weken aan batterijduur gewend. En dit ging dan snel. Nou, het is dan nog een performance muis. Dus kan ik wel enigszins mee inkomen. Maar nu, elke keer als ik klaar ben, er zit gewoon een switch op de achterkant. En dan zet ik hem uit. Je kan er ook nog gewichtjes aan toevoegen om het ideale gewicht daarvoor voor elkaar te krijgen. Maar ik vond hem eigenlijk, zoals die basic standaard was, goed genoeg voor mij. Dan hebben we hier nog toetsenbord van Razer. Ik had die voor een Logitech toetsenbord. De G813 als ik me niet vergis. Kan ernaast zitten hoor, dus pin me daar niet op vast. Maar ik heb hier de Razer Ornata. En eigenlijk de enige reden waarom ik dit toetsenbord wilde hebben is gewoon de feel van dit toetsenbord. Hij klikt gewoon lekker. De travel is gewoon heel erg nice en zoals je ziet, omdat het de gaming toetsenbord is, uiteraard ook RGB. Geschakeld in de duotone die ik ook in mijn beeld heb gebruikt. En ook nog voor je polsen zit er een kussentje bij. Die klikt zich magnetisch vast. Erg mooi systeem, ben er ook erg blij mee. Dat was dus het toetsenbord. Zie je hiernaast nog een Stream Deck staan. Ik denk inmiddels elke streamer wel een Stream Deck heeft. Bijna onmisbaar, makkelijk gewoon on the fly, je sinus switchen, je microfoon aan of uitzetten, noem het allemaal maar op, soundbites afspelen, dat kan allemaal ermee. Zelfs voor non-streaming purposes kan je nog best wel wat toffe macro's opzetten, dus een absolute aanrader. Een Xbox One controller, die hoef ik er niet bij te pakken, want je weet hoe een Xbox One controller eruit ziet. Hij is wel zwart, ik denk dat ik toch voor een witte Xbox controller uiteindelijk straks ga, misschien straks wanneer er een nieuwe uitkomt. Past hier mooi bij de kleur van mijn computer uiteraard, van mijn pc. Qua schermen, ik heb 2 schermen momenteel ophangen, allebei ook op een ophangsysteem. Mijn main scherm is de 27UK 650 van LG. En dat is een 4K 60Hz scherm. Het is niet eens zozeer een gaming scherm, maar qua kleuren past hij precies bij mijn systeem. Hij is zwart van de voorkant, hele dunne... dunne lijst en wit aan de achterkant. Super chill wat dat betreft. 2 DisplayPort aansluitingen, 2 HDMI aansluitingen, meer dan zat voor wat ik dan ga gebruiken. En eigenlijk de reden waarvoor ik voor deze ben gegaan in plaats van bijvoorbeeld 1440p en 144Hz is omdat ik hiervoor ook nog best wel een console gamer was. Ik heb een Xbox, ik heb een PlayStation 4 Pro. PlayStation 4 Pro, zoals je misschien wel weet, ondersteunt geen 1440p, dus dan zou ik 1080p op een 1440p monitor spelen. Ziet er gewoon niet zo heel erg mooi uit. 4K ondersteunt hij uiteraard wel, ook al zijn de meeste games gewoon via Dynamic Resolution Scaling en noem het allemaal maar op, en checkerboarding halen ze die resolutie tussen aanhalingstekens. Maar dat werkt uitstekend op het scherm, vandaar dat ik voor deze heb gekozen. Het is een IPS paneel. Ontzettend mooie kleuren ook, moet ik zeggen. Ben er heel erg blij mee. En
Ja, het is wel het eerste wat ik ga vervangen binnen deze setup. Want ik ben de afgelopen jaren meer en meer in PC-gaming gedoken. En eigenlijk op mijn verlanglijstje staat toch een ultra-wide monitor van LG. Ik heb er al eentje op het oog, de 950, 144 Hz, nano IPS ook, 1440p. Ja, dat moet hem toch wel gaan worden. Tweede scherm, dirt cheap, Samsung Curved, 1080p monitor, 27 inch. Ik zou niet eens weten hoe die heet, maakt ook niet uit. Het is een VA-paneel. Het ziet er oké-ish uit. Ook geen gaming monitor, maar dat doet er allemaal niet toe. Weet je, ik gebruik hem voor secundaire shit. Mijn chat staat er bijvoorbeeld op. OBS heb ik daarop draaien terwijl ik op het main scherm aan het gamen ben. Wanneer je deze twee schermen naast elkaar hebt, is het verschil in kleur wel echt stuitend. Wallpaper, uiteraard Spider-Man. Klein knipoog. Dit is Miles Morales uit Into the Spider-Verse. Gaan we door naar de volgende accessoires. En de webcam, ik denk niet dat je hem kan zien, want hij zit op mijn tweede monitor. Ik heb altijd een webcam vanaf de zijkant. Zodat je 1. Mijn PC in de stream ziet, wat ik gewoon heel erg tof vind. En 2. Om een of andere reden kijk ik echt alsof ik crack op heb, terwijl ik aan het gamen ben. Ik heb echt zulke ogen. En als je dat recht van voren af aan ziet, ziet het er gewoon niet uit. Dus dat is ook een reden waarom ik daarvoor heb gekozen. Ik heb hier nog een Apple Time Capsule staan. Ik weet niet of je die nog kent. Het is echt wel heel oud. Maar het is een router met ingebouwde harde schijf. Nu gebruik ik de router om mijn consoles gewoon die ik in deze kamer heb staan draadloos aan te sluiten. Dan hoef ik geen extra kabeltje daarvoor te trekken of whatever. En ik kan hem ook als netwerkswitch gebruiken voor andere apparaten die ik wel bedraad wil aansluiten. Last but not least, die staat hier ook uit zicht. Ik kan hem mooi volledig achter het tweede scherm verbergen wanneer ik hem niet gebruik. En dat is mijn streaming microfoon. Dat is een Röde NT-USB. Dat is een USB, maar ik ga niet voor XLR. Ik wil geen extra mix hier op tafel hebben. Ik vind het nu al eigenlijk redelijk vol staan. USB mic valt niet heel erg veel in te tweaken, gewoon out of the box en ook in OBS. Ik ben er wel heel erg blij mee. Mensen zeggen dat ook dat hij redelijk natuurlijk klinkt. Nou, dat is helemaal top. Het is niet de radio voice zoals je die bij andere mics hoort. Dat vind ik wel een beetje jammer. Maar meer dan prima genoeg om hier te streamen. Nu heb ik nog wat klein gut hier op mijn bureau staan. Ik heb uiteraard Leonardo, Teenage Mutant Ninja Turtle. Ik heb hier Vault Boy. Ik heb de PlayStation Mini. Een beetje een waardeloos product als je het mij vraagt. Maar natuurlijk wel pure nostalgie om dat kleine dingetje hier gewoon op mijn bureau te hebben staan. Neemt ook weinig plek in. Een TIE Fighter die ik uiteindelijk zelf in elkaar heb gezet via een Revel bouwkit. Tof. Heel erg blij mee. Nog 2 Ninja Turtles. Ook Leonardo en Metalhead. En dat was het eigenlijk. Dit is mijn streaming studio. Mijn liefje. Mijn gaming PC. Nogmaals, ik ben er heel erg blij mee. En sinds ik deze gaming PC heb gebouwd, heb ik ook echt een upgrade koorts gekregen. Waardoor ik wil blijven investeren in mijn systeem. Er gaan nog RGB fancy komen. Ik wil nog een 2 terabyte M2 SSD nog kopen. Behoorlijk prijzig, maar weet je, één keertje dan ben je er vanaf. Andere dingen, uiteindelijk later nog een grafische kaart. Ik denk dat ik voor een RTX 2070 Super ga, maar ik heb nog geen haast met upgraden wat dat betreft. Dus daar wacht ik nog heel even op. Verder, de posters ken je natuurlijk al, die heb je al vaker zien hangen. Hier achter een shirt van Nouri. Blijft me heel erg dierbaar. Dus die zal hier denk ik ook tot in de einde der tijden blijven hangen. Een Vault Boy mask hierboven. Niet van de E3 geloof ik. Weet ik niet meer zeker. Nee. Deze was van de Fallout 76 release party. Waar ik nog langs ben geweest met een aantal gaming kijkers. Hier een Star Wars Jedi Fallen Order poster. Op de deur Star Wars Battlefront 2 poster. Star Wars The Last Jedi poster. En ik had ook nog een Star Wars Rogue One poster, maar die is er helaas afgevallen. De posters gaan er allemaal af, moet ik zeggen. En dat heeft simpelweg de reden. Ik wil het iets netter aanpakken. Dus wat ik ga doen, ik ga
drietal, viertal grote posters. Die ga ik inframen. Die ga ik mooi op de muur hangen. Ik ga er even een plankje op zetten, zodat ik daar wat games op kwijt kan. En dan is deze streaming studio toch wel redelijk klaar. Ik heb hier achter mijn streaming setup staan, of mijn racing setup staan. Een 50-inch tv met een PlayStation Challenge seat. Een Fanatec CSL Elite F1 stuurtje. Ook ontzettend blij mee, heel erg vet. Maar dat laat ik misschien nog wel even een andere keer zien. Wil je daar meer over weten? Ook daar is een item over op GameKings.tv. Ga dat absoluut even checken. En laat me weten of je vragen hebt. Heb je vragen over mijn setup? Over hoe ik dingen heb ingeregeld? Wat voor software ik gebruik? Laat het me weten hieronder in de comments. Ik ben ook vooral benieuwd naar jouw PC. Als je een PC hebt, wat voor een PC heb je? Drop ook even je specs hieronder. Ik ben ontzettend benieuwd. We gaan ook gewoon verder met de PC Gaming Talkshow op GameKings.tv. En nu wil ik vooral een aantal van dat soort systeempjes in meenemen. En ook een aantal vragen daarin gaan beantwoorden die jullie hebben over PC gaming. Dat was hem eigenlijk. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik check jullie de volgende keer weer. Later!